vanuit Huis van de Wijk de Gaffel. Heel hartelijk welkom allemaal bij weer een nieuwe uitzending van Oude Westen TV. Met deze week natuurlijk weer verschillende items. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en heel veel kijkplezier toegewenst. Oh,
Japan. Prachtig. Yakrachil betekent mijn liefje, mijn liefde. Dat is toch heerlijk. Thanks, man. Dank je wel. Bezig geweest om het om te toveren tot een tropische eiland, zoals jullie kunnen zien. Ik zal even de planning in het kort vertellen. Nou, we zijn eigenlijk al begonnen met een koffiemomentje. Zoals jullie kunnen zien hebben we vandaag heilige boontjes. Die verzorgt onze koffie, onze lekkere koffie. Ongeveer over een kwartiertje. Een kwartiertje starten we met het eten. En daarna kan het feest gaan we helemaal los. Nou, goedemorgen allemaal. Ik ben Asja Lachman van Stichting Everyday People.
Zoals Gisland zei, wij doen dit al 3 jaar samen met jullie. Dat doen we met heel veel liefde en heel veel plezier. En het is echt leuk te zien hoe het elk jaar weer leuker en beter wordt georganiseerd. Dus ik hoop dat jullie lekker zullen eten. Gekookt door Eten Geweten Schuimspaan. Collega's staan daar en eet smakelijk. En heb een leuk feestje vandaag met elkaar. Dus de lekker. Kijk maar, dan. Ja, zou jij jezelf kunnen voorstellen? Zeker, ik ben Asja Lachman, de oprichter van Stichting Everyday People. Oké, en wat is de bedoeling hier vandaag? Vandaag hebben wij de 3e editie van het Rio Festival. Dat is een festival die wij organiseren voor ongeveer 100 ouderen. Omdat ze vaak aangaven van, hè, wij willen ook heel graag naar een festival, maar door lichamelijke beperkingen lukt het niet allemaal. Dacht ik, hey, waarom halen wij het festival Wereld niet naar de ouderen? Dus dat doen we vandaag met dit prachtige weer. Oké, en wat is hier allemaal te doen en wat zijn de activiteiten hier? Nou, we beginnen eerst met een lekkere warme lunch. Met rijst, noedels, zalm, biefstuk, kip, groenten. En we hebben een ijskar, er is een koffiekar. Er komen hapjes. Zometeen gaan we ook dansen met de ouderen. Dus in ieder geval genoeg te doen. Oké, en wat doet de stichting eigenlijk nog meer hiernaast? Nou, wij heten Everyday People. Dat is in het Engels natuurlijk alledaagse mensen. En wij zorgen ervoor dat alledaagse mensen weer een stukje hoop krijgen. Dat we ze zien, dat we ze horen. Dus wij zijn voor verschillende doelgroepen bezig. Ik zeg altijd van de daklozen tot de allerkleinste. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen van Everyday People? Nou, dat idee heb ik jaren geleden gekregen toen ik zag op een dakloze diner hoe moeilijk mensen het hebben. En dat mensen ook echt gewoon dakloos zijn in mijn mooie Rotterdam. Dat ik dacht van, hey, laten wij, ik wil meer doen voor de stad. En zo is Everyday People ontstaan. Wij zijn een totaal vrijwilligersorganisatie, dus wij worden niet betaald. We hebben met ik en mijn team hebben gewoon een betaalde baan naast de stichting. En waarvan ik dacht, we kunnen 2 projecten per jaar doen. Doen we het nou elke maand? En zijn we uitgegroeid tot echt een hele mooie grote stichting waar iedereen helpt vanuit de maatschappij. En hoe lang zijn jullie al bezig? Wij bestaan 6 jaar. Okay. Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan. Proberen. Nee, ik wil niet. Oh, nou, dan is ook oké. Was de uitzending alweer voor deze week. Het is alweer afgelopen, maar niet getreurd. Volgende week zijn we terug op televisie. En tussentijds kun je ons natuurlijk ook volgen op ons YouTube-kanaal. Via de website www.oudewesten.tv. En natuurlijk onze social media, Instagram, Facebook en Twitter. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.